beginnen met filmpje. In ziekenhuis Zittenaar Middelheim heeft de nieuwe patiëntenorganisatie Overslag gepleit voor meer aandacht voor voorkamerfibrillatie. Dat is een hartritmestoornis waardoor de voorkamers van het hart niet meer meepompen. Als voorkamers niet meer pompen, pompen ze het bloed niet meer door. Het bloed blijft staan, het bloed gaat klontertjes geven en die schieten naar de hersenen en geven een beroerte. En dat zijn er zo'n 50 per dag in ons land. Dat is eentje per half uur. En we schatten dat ongeveer 1/3 tot de helft van die mensen een voorkamerfibrillatie hebben als onderliggend probleem. Dit kan voorkomen worden door zelf dagelijks je pols te nemen. Door de wijsvinger en de middenvinger van het ene hand aan de basis van de duim van de pols van de andere hand te leggen en zo de slagader te voelen pulseren. Op die manier kunnen we vaststellen of het hartritme ofwel mooi regelmatig is ofwel onregelmatig. En in dat tweede geval dient hulp te worden gezocht. Hebt u het al gedaan? Uiteraard, ik doe het alle dagen. Hè. Zo'n half minuutje meten, loopt het zoals het hoort? Nu wel, dus het is oké. Luister naar het ritme van je hart. Om deze boodschap te versterken, maakte Erik met de Grundblevers dit promotiefilmpje. Houd de vinger aan je pols. En vind je ritme. We hebben ons als Overslag deadline gezet om binnen dit en 5 jaar ervoor te zorgen dat iedereen weet wat dat voorkamerfibrillatie is en dat het de acte van het nemen van de pols iets is wat dat ingeburgerd geraakt. Op de website overslag.be staat meer informatie over het beperken van hartschade en het voorkomen van beroertes.